Wouter Bolle was wethouder van de gemeente Sint-Antonis. Was ook raadslid, fractievoorzitter. Is nu statenlid. Welkom. Dankjewel. En je bent nu ook geen raadslid meer? Nog 2 weken. Nog 2 weken? Ja, nog een week trouwens. 18 juni. Ja, de griffier van ons zit hier. Dan stop je ermee. Oké. Ja, dan zwaai ik af in het begin van het... Ben je blij dat je van dat soort gedoe af bent als waar het in het vorige onderwerp over gaat? Nee, daar heb ik wel gemengde gevoelens bij. Ik heb daar altijd toch wel met plezier gedaan. Ik heb natuurlijk ook een andere rol gehad in Sint-Antonis. Dus dat was al gemengd, zeg maar, dat gevoel. En nu is dit het gevolg van de volgende stap die ik gemaakt heb. Dus ik sta daar volledig achter. Ik ook de reden waarom. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat ik daar juichend naar buiten loop, want ik ben raadslid af. Nee. Eigenlijk wil je liever gewoon wethouder blijven? Ik zou heel graag weer wethouder zijn, ja. Ik vind het nog steeds een van de mooiste beroepen. Maar toen dat niet lukte, dacht je dan maar statenlid? Nee. Ik vind de provincie politiek erg interessant. En ik wil politiek me vooral verder blijven ontwikkelen. Ik denk, daar hoort ook deze stap bij. En ik heb die kans gekregen en die heb ik aangegrepen. En dat is gelukt. Dus, ja. Ja. En dan ga je de staat in met een idee van dit ga ik bereiken. Noem eens 5 dingen. Ik 5. Nou, ik zet laag in. Misschien sluit dat wel aan op het begin van dit nieuwscafé vandaag. Ik heb natuurlijk in de campagne ook geprofileerd van ik wil graag de regio ook sterk vertegenwoordigen. Intussen zijn de portefeuilles verdeeld. En in die portefeuille daar zit in onder andere economie. Met vooral het grootste gedeelte agrofood. Dat is de portefeuille van Bert Pauli. Maar ook onderwijs en arbeidsmarkt. En volgens mij zijn dat de kernportefeuilles als het gaat om het land van Kuik weer goed op de kaart te krijgen. Dus daar zal ik absoluut ook aandacht aan besteden. Nou, verder zit ik, de landbouw heb ik in mijn portefeuille zitten. En ik zit in de groep waarin de bestuurlijke vernieuwing in zit. Dus allemaal dingen die ik graag mijn woordje voor klaar heb. Nou, bestuurlijke vernieuwing, dan heb je het over herindeling? Of? Of regelen of regio's maken. Ja. Maar ook op een andere manier naar het bestuur kijken in Nederland. Nou, ja. Kunnen we iets meer toelichten dan? Nou ja, goed. Je ziet, wat met het eerste, laat ik het met een voorbeeld toelichten. Wat met het eerste is opgevallen sinds dat ik in de Provinciale Staten zit, is dat daar het duale systeem veel sterker aanwezig is. We hebben natuurlijk een coalitie. Nou, dat is in Sint-Antonis totaal niet aanwezig. Nee, dat is niet aanwezig. Het is al snel meer, zeg maar. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Dat is dan een ander uiterste. Maar ik zie ook bij andere gemeenten dat het duale systeem dat in een gemeente nog heel erg kraakt. Ik bedoel, Boksmeer is niet zo heel veel anders in dat opzicht. Ja. En wij hebben in de Staten, in de provincie, hebben we eerst coalitieonderhandelingen gehad. Dat gaat echt op één met de gedeputeerden. Dat is echt een ontzettend open proces. Maar daarna, dan is de benoeming en dan zie je dat direct fractie is fractie en bestuur, bestuur. Bestuur is bestuur. En dat is prima. Dat hoort zo is het ook bedoeld in de gemeente. Dat is ook zo bedoeld. En dan zie je direct dat functioneert. Dan heb je hier Jan de Vaan straks gehoord. Met een geen positief verhaal over leegloop, krimp. Heb je daar als statenlid ook nog een rol in? Ja, daar kun je heb wat je... doen, zeg maar, voor het land van Kuik daarin? Volgens mij is wat ik straks al zei, economie, onderwijs zijn belangrijke zaken. In mijn beleving, in mijn visie, komt men alleen maar terug als er werk is en als de verbindingen goed zijn. En we hebben gewoon te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking. Iedereen begrijzing, verkrimping, noem het maar op. Maar het is ook vooral een andere bevolking. De jeugd van tegenwoordig, generatie stond de trappelen om 18 te worden om de auto te hebben. Ik zie dat dat minder wordt. Men wil openbaar vervoer weer op orde hebben, maar ook vooral werk. En ik denk dat wij hier in het land van Kuik heel veel kunnen scoren als Boksmeer en Sint-Tunis, of Boksmeer en Kuik bedoel ik, zich aan die economie gaan werken. Nou, en daar vind ik als provincie moet je daar ook iets aan doen. De raadsleden van het land van Kuik hebben zich uitgesproken voor het samenwerken binnen het land van Kuik. Ja, durf je dan ook de stap te maken om een gezamenlijk grondbedrijf te hebben? In ieder geval op industrieterreinen. Bijvoorbeeld als een bedrijf uit zijn voegen groeit of zich ergens meldt, gaat Boksmeer ook een bedrijf naar Sint-Antonis sturen, om het maar eens even bij die 2 gemeenten te halen. En andersom zal het al snel moeten, omdat Sint-Tunis dan niet zoveel ruimte heeft. Maar ga je dat doen? Ga je dat als bestuurder doen?
Dat is een lastige. Zover is het volgens mij nog niet. Maar zou dat niet moeten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je als één regio moet optreden. Maar zou je daar ook als provincie niet een soort leidende of een voorbeeldrol in moeten gaan nemen? Ja, maar dan kom je heel snel in dat je daarin zo hard stuurt dat je gaat bepalen. Mm-hmm. En je kent mijn politieke achtergrond. Wij als liberalen vinden dat mensen hun eigen verantwoordelijkheden moeten nemen. En daarin zou je dus ook gemeenten moeten dat gewoon oppakken. Dat zijn ze verplicht, vind ik, aan, ja, maar aan de kunnen mensen. Kunnen ze dat, zeg maar? Maar dat vergt heel veel vertrouwen in elkaar. En dat vertrouwen is er nog niet genoeg, denk ik, binnen het Land van Kuik. Ja, zeker, en ik denk de dat twee de gemeenten provincie... die je noemt, hè? Zeker tussen de twee gemeenten die je het meest noemt. Ook, maar ook, dat er een dan die andere drie ten opzichte van die twee ook. Ik bedoel, dat is maar net voldoende. En het is net voldoende geweest om uit te spreken dat we met elkaar door willen gaan. Maar de toekomst ligt wel bij elkaar. Daar geloof ik nog steeds heilig in. Wat voor vorm dan ook. Ja. Nou heeft de provincie Limburg een soort krimpfonds, sloopfonds. Mm-hmm. Waar we meestal zorgen dat zodra er nieuw gebouwd wordt, dat er ook andere gebouwen gesloopt worden. Omdat er gewoon geen mensen meer zijn om erin te wonen. Heeft Brabant ook zoiets? Nee, Brabant heeft wel... Of ga je zorgen dat Brabant zoiets krijgt? Nee, we hebben een innovatiefonds is er. En er zijn plannen om het platteland in een andere context te krijgen, dat het anders uit gaat zien. Want we gaan in de komende jaren leegstaande stallen krijgen. Daar is wel een fonds, een revolverend fonds komt daarvoor. Dat men als men sloopt, dat je er iets anders voor terug mag bouwen. En dat er ook geholpen wordt bij een betere bestemming. Daar wordt ruimte voor gecreëerd, daar wordt ook naar gekeken. Verder wordt er geprobeerd om dat platteland weer een upgrade te geven. Dus zorg nou dat agrofood, zeg maar, ook een goede impuls krijgt en de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Want daar hebben we natuurlijk wel heel veel mee te maken in deze omgeving. De primaire sector is toch wel de agrarische sector, al dan niet direct of indirect. En de provincie heeft genoeg geld op de bank om daarin mee te investeren? Nee? De provincie Brabant heeft gelukkig nog steeds genoeg geld. Hè? Gelderland is daarin nog sterker, maar Brabant doet daar heel stevig aan mee. Niet wakker te liggen. Dat wil niet zeggen dat je maar eindig kunt uitgeven. Weet ze het Land van Kuik te liggen, zeg maar, in de bos? Nou, in ieder geval wel. Nee, maar bij genoeg. Want is Land van Kuik een onderwerp daar? Even zonder gekheid. Land van Kuik heeft voor de provincie absoluut potentie. Als ik dan kijk naar Kuik en naar Boksmeer, naar beide industrieachtige terreinen die daar liggen, daar valt gewoon nog heel veel te doen. Dus de verbindingen Noord-Zuid zijn super. Het probleem is alleen, vanaf de Peelweg liggen wij, straks is het volgens mij al een keer gezegd, hè, we vallen hier onder de Gelderlander. Mm-hmm. Nou, maak er Brabants Dagblad van, dan klinkt het al een stukje beter. De krant is bijna hetzelfde. Nee, ik probeer aan te geven, wij zitten hier toch, ja, we moeten constant op het ruitje tikken. Land van Kuik is hier aanwezig en is ook Brabant. We staan absoluut op de agenda, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente hier zich ook moeten laten horen en met plannen moeten komen. En dan ben ik ervan overtuigd dat daar ruimte voor is. Zeker als het om de economie gaat. Economie is, als je het bestuursakkoord gelezen hebt, economie, onderwijs en arbeidsmarkt zijn speerpunten voor de komende periode. Gelukkig mag ik die allemaal, mag ik me daarmee bemoeien vanuit mijn fractie. En ga jij nog zelf ook de gemeentebesturen opporren om dan met plannen te komen? Ik zal zeker, ik krijg... Wij zijn nu aan het verdelen, zo noemen we dat binnen onze fractie, adoptiegemeenten. Dan krijg je een hoeveelheid gemeenten in Brabant toebedeeld waar je dan als eerste contact mee speelt of waar je naartoe gaat om informatie op te halen. Daar is voor mij in ieder geval het Land van Kuik. En dat zal wellicht iets naar met de klok meedraaien, zodat ik nog in Deurne of Gemert en zo uitkom. Oké, okay, maar en Land van Kuik, absoluut. Dat is en wat ga je dan, als je dan die als adoptievader hebt, zeg maar, wat moet je dan doen? Kom met initiatieven, zodat ik ook op de hoogte ben van wat daar belangrijk is. Zodat ik dat ook mee kan brengen aan de tafel. En ook, wij hebben het geluk, ik zit bij een partij die in de coalitie zit. Dus die lijntjes zijn kort. En ik kan ook wel iets op de agenda krijgen, denk ik. Ja. Is er gewoon geld te halen in de bos voor hier? Zeg maar. Nee, er is steun te halen. En dat is ook geld. Ja, maar het is vaak geld, hè? Ja, natuurlijk. Nou, er is absoluut geld in Brabant in een revolverend systeem. Dat is het nieuwe systeem waar het meeste mee gewerkt gaat worden. Dat wil zeggen, wij staan garant, wij zorgen
voor de valuta in het begin. Maar het moet een keer terugkomen. Hoe anders ziet het er hier uit over 4 jaar? Door jou? Als dat mij zou liggen, zeg, moet ik nou echt door de glazen bol gaan kijken? Dromen. Dus moet ik eerst naar het UWV voor die glazen bol. Dat moet ik even leren. Cursusje. Maar, hoe ziet het eruit? Ik hoop dat we echt meer bedrijven hier hebben. En wat grotere bedrijven. Dus dat er meer werkgelegenheid is. 'S Avonds een pot bier kunnen drinken en overdag werken. Dat is volgens mij waar iedereen tot 35 mee bezig leven, is. Ja. Dat is het leven. Onze arbeidsmarkt verandert de komende jaren heel erg sterk. Hè? We hebben inderdaad de vergrijzing, maar er komt van onderuit minder bij. De manier van werken, daar wordt de discussie van de komende decennia. Hoe gaan we werken? Hè? Hoe gaan we ons geld verdienen? En is dat nog? Je kent de discussies van de basisloon en noem maar op. Ja, dat zijn wel de dingen die eraan gaan komen. Okay. Kom je over 4 jaar hier weer vertellen hoe het verlopen is? Heel graag. Oké, okay. Dankjewel. Wouter Bolle. Ik wil u allemaal danken voor uw aanwezigheid hier. U een fijn weekend wensen en wellicht nog een fijne avond ook als het niet gaat donderen en bliksemen. We zien elkaar in het nieuwe seizoen in september weer terug. Dank u wel.